Goedemorgen, vrijdag 4 februari. En we staan in het Briesenthal op de camping, bij de campinglift die aansluiting heeft met het hele gebied van Schieweld. Nou, hoe zijn de omstandigheden? Wij zijn gisteravond hier aangekomen in de sneeuw. Alleen ging dat later in de nacht vanwege een warmtefront, ging dat toch over in wat lichte regen. En daarna is het weer overgegaan in sneeuw. Nou, boven op de pistes kan ik jullie vertellen, kijk maar op de webcams op de site, dan zul je zien dat het daar vriest. Dus daar is zeker droge sneeuw gevallen en dat gaan wij vanmiddag eens eventjes uittesten. Maar goed, voor de mensen die met de carnaval gaan, ziet het er gewoon hartstikke goed uit. Er ligt genoeg sneeuw en er is nog veel meer sneeuw wat er aan zit te komen. Nou, dit was eventjes vanaf het campingveld in Brieksemiemtalen en we zeggen maar weer de groeten.